Deze video is mede mogelijk gemaakt door Shubi. Vanaf 22 september heb ik daar mijn eerste eigen kledingcollectie. Wat? Hoe vet! Er was eens een nieuwjaarsfeestje. Waar een iets te lekker nerdy meisje met een bril en een basketbalgast met een bezemkapsel op een podium werden geroepen om samen een duet te zingen. Maar wow, wat een verrassing. Ze kunnen allebei supergoed zingen en worden verliefd. Ze vragen naar elkaars naam. Ik heet Troy, zegt de basketbalversie van Ralph Mackenbach. Zijn naam heeft niets te maken met de Griekse mythe, hij weet niet eens waar het ligt. Hij is vernoemd naar zijn opa Roy en zijn oma die eruit zag als een trol. Dus samen is dat Troy. En zij heet Gabriella. Na het bijzondere optreden loopt zij gewoon weg. Ze dachten dat ze elkaar nooit meer tegen zouden komen. Maar dan... Goeie woord. Nieuweling, hop, ga snel zitten. De les duurt namelijk maar een paar minuten. Anders is dat veel te lang voor deze Disney aflevering. Wie is dat? Ik ken daar ergens van. Hey. Oké, ik wil graag allemaal jullie aandacht. Heb je die ook van jouw borstelhoofd? Nee. Ja. Oefenen. Ja. En ook van jou, meisje dat duidelijk de slechterik is. Oké. Morgen zijn de audities voor de musical. En je kan als tweetal auditie doen voor de hoofdrollen. Voor romantisch liefdeskoppel. En natuurlijk krijgen wij die hoofdrol, hè? Want bij ons is zingen met de paplepel ingegoten, toch broer? Ja, incest inmiddels ook. Doordat we altijd een koppel moeten spelen tijdens die musicals, heb ik je al 8 keer moeten zoenen. Ik ben je stiefzus, dan mag dat. Ik zie je, man. Hey. Hoe groot acht jij de kans dat ik triomfeer tijdens de audities? Wat zeg je nou? Ik hoor alleen het getal 8 en ik heb geen idee wat je daarmee bedoelt. Denk je dat ik auditie moet doen met jou? Basketbal? Doe geen moeite, nerdin. Ik krijg die vrouwelijke hoofdrol. Oh, en Troy? Wanneer moet je weer basketballen? Dan kom ik lekker... juichen. Oké. Okay. Cool. Doe je, hi. Hi. Love you. Oh. I love you. Oh mijn god, wat is zij slecht. Ja. Wees. Wie heeft in hemelsnaam gezegd dat je hiervoor moet opgeven? Mijn moeder. Nou, dan moet je moeder even een gehoortest laten doen. Mijn moeder is doof. Oh, nou, dat verklaart een hoop. Oprotten! Volgende! If you got the waarom verstop ik achter die mop? Welke mop? Oh nee, ik wil niet dat mensen me hier zien. Musical is namelijk niet stoer. Musical is voor meisjes. Nee joh, nee, musical is echt hartstikke stoer. Genoeg mannen die meedoen. Hier, kijk maar. Is er nog iemand die auditie wil doen? Ja. Jij niet.
Ja, maar ik heb echt heel goed geoefend en mijn moeder vindt het inmiddels heel mooi. Ik wil wel auditie doen. Ja, met... Met mij. Troy, dit is geen basketbalveld, jongen. Laat het ons proberen. Oké. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. Troy, dit had ik niet van je verwacht. Ik dacht dat je een achterlijk Ralph Makkenbach kapsel basketbaljongetje was. Maar je stelt me niet teleur. Er zal via schriftelijke communicatie concreet worden gemaakt welk ensembleduo de voornaamste rol op zich zal nemen. Wat zegt ze? Dat ze een papiertje op het bord hangt waarop staat wie de hoofdrol krijgt. Ah, cool. Hoi, yes! Zijn wij het? De tweede pizza is gratis bij Domino's. Ho, wat een goede actie. Oké, wacht even. Yes! Ja! Cool. Yes. Hoe kan dit? Nou, ze pakken gewoon iets minder marge op die pizza's. Zo kunnen wij ze goedkoper kopen. Nee, dit slaafbroer. Stiefbroer, anders raar. Hoe kan het dat we die hoofdrollen niet hebben? Dit kunnen we niet laten gebeuren. We moeten een plan verzinnen om ze te stoppen. Wacht, ik heb het! We moeten die vriend van Troy Chad vragen of hij een confession opneemt van Troy, waarin hij zegt dat hij liever wil basketballen dan met Gabriella meedoet met de musical. Dan wil Gabriella sowieso niet meer meedoen. Ha, briljant! Is dat niet ontzettend lastig? Weet je wat lastig is? Onze broer-zusrelatie. Hey Chad! Je moet ons helpen. Jij wilt toch ook dat Troy meer tijd heeft om met jou te basketballen? Oh, ja. Hij begint nu zelfs te zingen tijdens de basketbaltraining. Echt bloedirritant. Oeh, wat vervelend. Ik heb een ideetje. Yes, gelukt. Nu al? Hoe deed je dat? Nou, ik vroeg gewoon of hij in de camera wilde zeggen: ik ga liever basketballen dan met jou in een musical zingen, Gabriella. Ik stop ermee. En toen deed hij dat. Serieus? Vroeg je niet waarvoor het was? Nee, natuurlijk niet. Hallo, het is Troy. Oh ja, tuurlijk. Hallo, nerdmeisje. Heb je al zin in je nieuwe auditie? Wel jammer dat je laag opgeleide Griekse held niet meer meedoet, hè? Wat? Kijk maar. Wat moest ik ook zeggen? Ja, dat je niet meer in de musical mee wil zingen, maar dat je liever wil basketballen. Oké, Gabriella, ik wil niet meer in de musical meedoen, maar ik wil liever basketballen. Ik stop ermee. Ik stop ermee. Zoiets? Ja, top. Ver. Het is gelukt, jongens! Ja, ik voel me hier toch niet helemaal lekker bij. Ik ga tegen Troy en Gabriella zeggen dat het allemaal nep is. Oh, nou, dat was ook van korte duur. Kom, slaafbroer. Stiefbroer. Wow. Ik zie nu pas dat een basketbal rond is. Dat wist ik helemaal niet. Oh, hey joh. Waar is dat voor nodig? Ik heb al zo weinig hersencellen. Waarom wil je niet meer met me zingen? Hè? Wat bedoel je? Geen ruzie maken. Gabriella, dat filmpje wat je van Troy hebt gezien, dat was nep. Dat moest hij van mij zeggen. Wacht, welk filmpje? Ik heb hier geen actieve herinnering aan. Van gisteren? Nee, geen actieve herinnering. God. Maar dat is dus goed nieuws, dus je wil nog wel met me zingen. Ja, cool. Alleen zijn de audities nu verplaatst naar het moment dat jullie de belangrijke basketbalwedstrijd hebben. Shit, inderdaad. Wacht, misschien heb ik een idee hoe ik het toch allebei kan doen. Nee, ik heb geen idee. Wacht,
Wat nou als we de basketbalwedstrijd stilleggen door een computerhack die dan een stroomstoring veroorzaakt? Dan is alles donker en dan kunnen we de score niet meer zien. Dat is briljant. Ja, ja, ik ben slim, dus ik kan dat op zich wel doen. Ja, en dan help ik jou. Nee, jij moet op dat moment juist basketballen. Oh ja, oh ja. Cool. Wat is dit? Wat is dit? Ja, echt goed geacteerd, man. Acteren? Wat bedoel je acteren? Ja, je moet gaan. Kom. Waarheen? Ja, naar Gabriella natuurlijk. Gabriella? Kom. Ja, kom op. Maar ik wil binnen. Je moet opschieten. Kom. Oh! Achterlijke jongen. Oh nee, het is donker. We zijn er. Eindelijk. Nou, begin maar meteen, want ik en de kijkers... hebben niet de hele dag de tijd. Oh, en Troy? Vergeet je haar niet. Oh. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, cause you find the way you are. Oh. Nu wel weer snel terug. Terug? Waar naartoe? Waar moeten we naartoe, Gabriella? Kom, we gaan. Waar gaan we?